de Dr. Boomstraat met de groentewinkel van Henk de Lange. En daartegenover de bloemenwinkel van Henk Wismeijer, waar nu tandarts Tan is gevestigd. Het gebouw van de speeltuinvereniging. Alleen was toen het gebouw in gebruik als noodlokaal de Zonnedouwschool. Maar het was toch geweldig om in de pauze zo'n speeltuin tot je beschikking te mogen hebben?